Kan niet echt gevaarlijk zijn, Hoefkes. En hoe ver moet ik meegaan? Donk, fantastische pas. Lestienne houdt die zeker binnen. Hier is hij. Maxime Lestienne. Heugli. Die depaneert op de linksachter. Maar wel kan voorzetten met links. Flemings. Even temporiseren. Suarez. Jovanovic weet Safari nog staan. Voorzet van Safari, die flink wat kritiek kreeg na de wedstrijd. En de penalty voor Anderlecht. Jovanovic in duel met Hoefkes. En Hoefkes zegt, was er buiten. Boukou stond er met zijn neus op. Het is een straffe beslissing na 5 minuten. Maar het leek me van hieruit geen bal. Eén ding zijn we zeker, het is een fout. Want Hoefkes zegt, is er buiten. Dus nu is het alleen de vraag, is het binnen of er buiten? Ja, ja, fout alleszins. Fout is het. Het is... heel vreemd, want hij verwachtte Jovanovic niet, Karel Hoefkes. Nee. Kijk hier, wacht te lang. Het is, ja, het is binnen. Ja. Ja. Het is schuld van miscommunicatie. Hoefkes zegt, Donk had me moeten communiceren. En nu de penalty. Met Colin Kozemans tegen Milan Jovanovic. Kozemans pakt 0-0. Ja. En ook de fout. Hier zien we nogmaals Jovanovic toch te veel getelefoneerd. Toont het dat hij met zijn binnenkant in die hoek gaat leggen. En Kozemans wacht lang. Een beetje tegen de zon inkijken. Dus niet echt makkelijk koppen. Nou, geen slechte bal. En Gillet. Kan hij zien. Even moeite met de bal. En twee tegenstanders nu. Nou, dit doet hij knap. Mooi van kan hij zien. Daar is Gillet. Gillet afleggen. Suarez voorlangs. Je moet het fluiten in Jan Breidel. Daar is Wasilewski. En met de recuperatie. Klesten. Geen buitenspel van Suarez. En Jovanovic is voor doel. Matias Suarez tegen Almebek zoekt de vrijheid om uit te halen. Door Vasquez. Dirar verlengt niet. Vasquez met een herkansing. Ah, slim paasje. Geen buitenspel. Daar is Dirar. Ja, maar Vlemings maken. Er werd daar al flink gekegeld. En gegleden. Oh, heerlijke paas van Ojija. Lestienne, trappen, Lestienne! Daar is Kliesten. Goeie trap. Oh. Jovanovic, niet goed van Lestienne. Jovanovic, mooie beweging. Jovanovic op rechts wacht, Chile. Mooie actie van Milan Jovanovic. De angel wel uit de aanval. Je ouder als die jonge gasten. Opletten, Wasilewski in de rug. Daar is Proto. Voor Lestienne, Heugli. Het zou een wereldgoal zijn. Hij wordt ertoe gedwongen door het publiek. Hij kiest voor Vlemings. Niet eens zo slecht. Vasquez. Half metertje naast. Meer de spits van dit soort dingen. Dan de afwerker op voorzetten. Kan je zien. Doet 1-2. Mooi. Kan je zien. Geen buitenspel. Kan je zien. Penalty. De penalty, ook al was de bal al weg. En de rode kaart voor Colin Kozemans. En hier kan ik me de ontgoocheling van Kozemans enigszins... Vandoor, ja. Hier kan je zeggen, mag het niet gebeuren. Maar die kleine meter tussen Donk en Almebek is genoeg om Kanisin te vinden. De assist van Suarez. En ja, Kozemans inderdaad niet bewust misschien. Maar... Geen vreselijke beweging. Kijken... Klesten mist hem ook. Boost naast Kolemans in de galerij van... Nogmaals, ook hier ja, gewoon veel te veel getoond van binnenkant voettrappen. Zullen moeite daar hebben om eruit te zien. En daar ook Gillet. Kan hij zien, probeert te lobben. Doest. Jacobs aan het praten met Tom de Sutter. Penalty, penalty voor club. Oh, Guillaume Gillet. Niet slim, niet slim. Gillet, ja, als je er al twee hebt tegengehad. Het is een lichte hoor. Ja, maar... het is strafschop, hij is te laat. Hij wordt misschien belemmerd door de scheidsrechter. Ojija, dat is een penalty trappen. En ook nog eens een reclamebord aan. Hoogte in de hoek. Oh, nee, want Proto staat al een meter voor zijn lijn. Duikt naar de goede hoek. Maar kijk, niet die te houden. Is niet te houden. Perfect getrapt. En het zijnetje van... Sorry. Ja, dat is echt wel iets voor Kresten. Zit er doorkoppen. Joas moet afleggen. Jovanovic vrij. Veel te veel tijd. Maar Jovanovic scoort! 1-1.
1-1. Het duurde enorm lang, maar deze wedstrijd heeft geen winnaar. Kijk naar Jovanovic. Hij wordt gek. Hij wordt gek. Hij Jacobs wordt echt gek. Was bang dat hij hem deze keer knock-out ging slaan. Zet in de poorten Bursa open. Spoor. Zet de poorten open. Hij is weg. Hij loopt hij is door. Weg. Milan Jovanovic. De spurt van de wedstrijd. In 1-1. Al wel een billig resultaat. Ja, goed, als je twee strafschoppen mist en dan nog verliest, dan was het erg geweest. Maar hier, ja, dit was goed van de Sutter. Verlengd tot bij Juhas en het duurde dan inderdaad lang. Maar toch voor de centrale verdediger op maat bediend Jovanovic. En die schilderde hem fantastisch onder het doel. Kijk, de mitraillette even à la Batistuta. Goeie verlengbal van...